Oké, daar wonen we. Daar zijn we dan. Ik presenteer jullie Traanman. Nou, we beginnen mooi hoor. Er liggen wat rekeningen in je brievenbus. 13.000. Gelukkig zijn we miljonair en kunnen we lekker cheaten. Ik denk dat het tijd is voor een upgrade. Ik ga dit huis missen. Onze geschiedenis ligt in dit huis. Maar ja, ik ga verhuizen, jongens. Ik heb zo lang gewerkt aan een huis. Ik heb echt gewoon zelf een huis gebouwd. Geloof het of niet, ik heb een huis gebouwd en het heeft zo lang geduurd. Daar gaan we. Het is in een nieuw plekje. We gaan verhuizen naar fucking nieuw Crest. Dit huis! Boom! Bijna een fucking 1.700.000. We gaan daarin verhuizen. En we wonen nu in een fucking groot huis, jongen. Oh, dat duurde zo lang. Net zo lang als dit fucking laadscherm. Oké, daar wonen we. Daar zijn we dan. Het is zo'n vet huis, jongens. Ik heb er zo lang aan gewerkt. Dit is het huis. Ja, de ramen, ik weet niet. Ze zijn vies of zo. Dit is het huis. Het is fucking bruut. Het is gruwelijk, jongens. Hey, dit is eventjes... Ja, ik zal er... Het is zoveel. Ik heb hier een kamertje voor Miley. De kamer van Badahari. Deze kamer is van James Bond. Deze kamer is van Darth Vader. Maar Ryan kan niet slapen. Dus die heeft ook geen slaapkamer. Die heeft helemaal niks hier. How could this happen to me? I made my mistakes. De woonkamertje. Eetkamer. De keuken. Een gang. Een soort van bar. Een gang. Tuin hier zo. Het zwembad. Een schilderkamertje. De fitnesszaal. En een gang. En de badkamer. Een ruimteplatform. Game room. Dit is speciaal Jeremy's kamer. Dit is gewoon mijn verdieping. Dit is het enige. Ik heb mezelf echt een beetje voorop gesteld. Dit is mijn kamer. Hij is fucking luxe en fucking bruut. Oké, laten we gewoon, om het te beginnen, laten we gewoon gelijk een feestje geven. Iedereen in een feestoutfit, alsjeblieft. Iedereen is in vissa-outfit. We gaan al onze vriendjes bellen. Jeremy's vriendjes. Ik heb geen vrienden waarschijnlijk. Did I disappoint you? Or let you down? Should I be feeling guilty? Zo, feestie. Komen ze nu allemaal al? Komen ze nu? Voornaamste doel, host gezellig laten doen met... Oh, we krijgen een missie. Verdomme, ik hou niet van missies. Ik wil gewoon free to play. Afscheid nemen bestaat niet. Nee, iedereen gaat door het hele huis heen lopen. Hier is the place to be. Nee, we gaan niet door het hele huis verspreiden, jongens. Ja, man, oh man. Stop. Jeremy, stop met lopen. Ze komt naar je kamer toe. Ze wil het gewoon. Kom maar, kom maar. Ik ga heel gezellig doen met mijn gasten. Ja. A few inches later. Ik ben echt zo gezellig met mijn gasten. Oké, we gaan naar het feestje, jongens. Waarom staat iedereen in de fitness? Waarom staat iedereen in de fitness? Huisfeest voltooid. Gaat iedereen nu weer weg? Wat een vaag feest. Verdomme. Oké, nu gaat iedereen weer weg. What the fuck? Dit was echt zo'n vaag feest. Wat een chaos was dit feest. Echt iedereen liep door het hele huis heen. Echt vet irritant. Ik zag op de computer... Je kan adopteren. Oh my god. We kunnen telkens gewoon 1.000 euro uitgeven. En een soort van slaafjes kopen. My god, dat kan echt niet. Oh, weet je wie we eigenlijk nog moeten maken? We missen gewoon iemand in het huishouden. We missen gewoon iemand. Ik presenteer jullie Traanman. Oh! En nu Traanman in de Sims. Ja, we hebben een Traanman in de Sims. Hij is fucking awesome. I'm too sexy for my love. Dus Traanman gaat ons helpen in de Sims-wereld. Traanman gaat gelijk naar Traanman Headquarters. Hij heeft natuurlijk echt zo'n vies snorretje. Echt zo'n vies snorretje gewoon. Hoeveel kinderen heb ik eigenlijk? Holy shit. 9. Man, oh man. Ik heb gewoon... oh man, wat heb ik veel kinderen. Ik heb gewoon overal kindjes achtergelaten. Kom hier, Traanman. Ik heb echt awesome kleren voor hem uitgezocht hier. Aanschouwen, hè.
Oh man, ja, die is ook zo mooi. Het was volgens mij... Awesome! Dit is echt gewoon een vieze oorbelletje. Dat snorretje en die bril, die maken hem... Oh man, dit is echt geweldig. We grillen maar. Hamburgertjes voor iedereen. Wat een gezellig dagje, jongens. In ons nieuwe huis, het eerste gezellige dagje is aangebroken. Ik hoop dat er nog vele mogen komen.